Dag lieve mensen, lieve kijkerwijskinderen. De zomer is voorbij, maar dat maakt ons niet uit. Wij zijn van Just for Cooks en we gaan vandaag een Kamado unboxen. En dit is de Berghof Kamado uit België. En deze Berghof Kamado is maar liefst 40 centimeter groot, een medium formaat. En die gaan we gebruiken voor ons nieuwe tafereel winterbarbecue. Want ook al is het geen zomer meer, vallen de mussen bevoren van het dak, maakt ons niet uit. We gaan gewoon door. En hoe leuk is het als je met z'n allen in de winter gezellig om de barbecue staat met een lekker vuurtje en een lekker stukje vlees. Dat gaan we vandaag eens doen. Maar eerst een boxje. Deze Kamado's komen tegenwoordig in alle kleuren van de regenboog. We hebben ze in oranje gezien, zwart, groen. En wij hebben vandaag een grijze. Hier eerst eventjes wat pootjes. Want deze medium Kamado die staat niet, zoals je wel vaker ziet, op wieltjes. Deze staat op wat pootjes. Dus dat betekent wel het nodige tilwerk, maar daar hebben ze gelukkig wat voor gevonden. Goede stevige handvaten. Kijk, een schoorsteen. Toet toet. Mooi om de temperatuur en de luchttoevoer te regelen. Wat schroefjes, denk ik. Kijk, daar komt hij hoor. Ja, je ziet nog helemaal niks natuurlijk. Even kijken hoe deze er zo uit kan tillen. Nee, dat wordt toch even het doosje openmaken. Netjes in elkaar zetten, maar als we even kunnen kijken naar de kleur. Kijk, wat mooi is, is dat hier zie je het, de temperatuurmeter. En die zit hier gewoon hartstikke mooi vast met een stukje rubber eromheen. Kijk eens wat een mooie kleur. Ik ga zo meteen weer even verder als die in elkaar staat en dan laat ik hem even in zijn geheel zien. Tot straks. De Berghof staat in elkaar. Kwartiertje knip- en plakwerk van mijn beste maatje Michiel. Maar daar staat hij ook. Wat we meteen zien wat opvallend is, is dat de onderkant, de poten waar die op staat, dat geen vier, maar drie poten zijn. En dan zou je zeggen, missen we dan wat? Nee, we missen niks. En juist de drie poten zorgt dat hij eigenlijk op iedere ondergrond stabiel staat. Dat is een vooruitgang. Wat we ook nieuw zien is dat de asla en de luchttoevoer heeft een klein uitsteekseltje. Een stukje, ja, een stukje design wat heel tof is. Verder zien we dat de schoorsteen niet open kan klappen. Ja, zoals je bij de andere Kamado ziet is dat die wel eens zo omhoog of opzij kan klappen. Deze zit gewoon vast, maar de luchttoevoer is dan ook groot. Er zitten grote gaten in. Als we hem open doen, dan zien we dat het weliswaar een 40 centimeter grote Kamado is. Maar als we kijken wat nou echt het grilloppervlakte is, dan komen we dus op 27 centimeter, waar andere mediums 29 centimeter zijn. Hij is ook wat minder diep, dus dat betekent dat als je indirect wil gaan grillen, dat je niet de diepte in kan gaan, niet naar beneden kan gaan, want dan hou je niet zo heel veel ruimte over voor je kolen en om te grillen. Maar je kan wel de lucht in. En hier zit nog een 17 centimeter in. En dan zou je dus met de pleatsetter iets hoger kunnen komen. Hij is wat kleiner en wat compacter dan de gewone modellen.
Qua design vind ik hem dan een stukje mooier. En ook de stabiliteit is erg belangrijk. We gaan hem zo meteen even testen met wat mooie stukken vlees. En dan komen we weer bij jullie terug. Gisteren hebben we de Berghof Kamado uitgebreid getest. En die is mega goed bevallen. De grote pluspunten vond ik het nieuwe design. En daarnaast ook de stabiele driepoot. Waardoor je eigenlijk op ieder ondervlak gewoon recht staat. Stevigheid hebt en stabiliteit. Ik merkte wel dat hij ietsje minder grillruimte had. Maar dan hebben we het echt over een centimeter. En ik denk dat we daar niet te lang over bij stil moeten staan. Deze Kamado is echt gewoon top. Tot de volgende keer bij Just for Cooks. En bedankt voor het kijken.